Beste geïnteresseerden, mijn naam is Jasper Meershoek. Ik ben provinciaal omgevingsmanager van het project hier achter mij, de ombouw van de turborotonde Ganzenweg Knardijk. Ik sta hier bij de werkzaamheden die hier momenteel plaatsvinden om een groot probleem op te lossen. We hebben hier een van de belangrijkste verkeersaders van en naar de provincie toe. En daar hebben we momenteel in de huidige situatie best vaak hinder. Die kunnen oplopen tot 20 minuten. Dat willen we aanpakken. Daar zijn we mee bezig. Hier gaat de viaduct komen waar ik nu sta om het verkeer ongelijkvloers te laten kruisen. Zodat er niet meer over de rotonde gereden hoeft te worden en dus doorstroming verbeterd. Het verkeer van Lelystad naar Harderwijk en vice versa zal onderdoor het viaduct gaan. Bovenop gaat het verkeer van en naar Biddinghuizen en Zeewolde afgewikkeld worden. Waardoor ze niet meer op elkaar hoeven te wachten bij de rotonde. Voor de werkzaamheden is het nodig dat de dijkwegen van en naar Zeewolde en van en naar Biddinghuizen volledig dicht gaan. Vanaf maandag 7 februari tot maandag 21 februari is dat het geval. Het wegverkeer zal hierdoor te maken hebben met wat hinder. De hinder zal bestaan uit een omleiding via de Ganzenweg en de Gooiseweg. Dus u dient rekening te houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Naast de reistijd zullen we ook de snelheid verlagen op de Ganzenweg voor het langzaam verkeer. Het landbouwverkeer dient ook omgeleid te worden via deze weg. Op 21 februari zullen de afsluitingen weer open worden gesteld. Dus kunnen de dijken weer gebruikt worden. De situatie gaat er dan wel anders uitzien dan nu. Zodra de wegen weer open zijn, is hier een ovonde. Dat betekent dat er een grote ovale rotonde om het werk heen ligt, waarbij de kruisende bewegingen, de draaiende bewegingen, wordt uitgevoerd met een verkeerslicht. Deze ovonde is nodig om de werkzaamheden echt te kunnen uitvoeren. En deze situatie zal blijven bestaan tot en met oktober van 2022. Nadat in oktober de ovonde weggaat, zal de nieuwe situatie gereed zijn en kan er gebruik worden gemaakt van het viaduct. Dan zal het project ook afgerond worden. Mocht u tussentijds nog meer willen weten over het project, kunt u kijken op flevoweeg.nl of met ons mailen.